Vandaag heb ik weer les op Goldie. Linksom, nu rij je hem linksom en dan ga je naar die... Ja, het is makkelijk zitten, wel doorademen. Even. En been. Braaf. Hoi allemaal, deze keer kijk ik naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer les op Goldie. Dit keer in de buitenbak. We hebben gisteren voor de eerste keer in de buitenbak gereden, of eergisteren. Dat ging eigenlijk heel goed. Dus ik dacht, laten we dat ook even oppakken. Dus veel kijkplezier. Ik heb vorige week ook weer les gehad met Goldie. En dat ging eigenlijk heel goed. Ze gaat eigenlijk steeds meer vooruit, het wordt steeds meer paard. En Nanda gaat even zeggen waar we de laatste keren mee bezig zijn geweest. En waarom we nu een Tiedemann teugel aan hebben. Want het heeft ook weer een reden. Dus, Nanda. Nou, Goldie gaat eigenlijk inderdaad heel goed. Ze pakt eigenlijk alles heel goed op. En wat Carlei zegt, het wordt echt al wel een heel paard. Het was eerst echt nog wel een beetje zo'n puppypaard. En nu begint ze eigenlijk steeds meer body te krijgen. En dat ga je ook terugmerken met het rijden. Ze begrijpt eigenlijk het rijden nu prima. Alleen waar je dan tegenaan gaat lopen is dat ze... Ja, eigenlijk niet meer zo onder de indruk zijn van het feit van, oh, er zit iemand op mijn rug. Maar ze gaat, ze wordt steeds sterker. Dus ze maakt zichzelf heel graag lang. Dat kan ze ook heel goed, hè. Het is een beetje een langgerekt paard. Carlijn is maar een klein poppetje en dan kun je nog zoveel spierballen hebben. Maar je wil natuurlijk niet dat zo'n paard zich helemaal eruit trekt. En dat is eigenlijk wat Goldie wel graag doet op de rechte lijn. En dan met name ook met galopperen. Dan maakt ze zich heel lang. En dan gaat ze zich naar beneden trekken. En dan trekt ze eigenlijk Carlijn volledig uit het zadel. En dan kun je wel zeggen van, je moet niet terugtrekken. Nee, dat klopt. Maar je wil wel ergens een stuur hebben. En ook een rem. Dat is toch wel fijn. Dus toen hebben we gezegd van, oké. Ik heb niks met slofteugels. Maar een Tiedemann kan wel heel fijn werken. Als we die dan zodanig los vastmaken, zoals je nu eigenlijk ziet, hè, dat hij mooi met zijn neus uit de loodlijn nog kan. Of voor de loodlijn kan blijven. Hij kan eigenlijk in vrijheid aan een lang teugeltje, kan hij eigenlijk alle kanten op. In zijn natuurlijke houding. Hij kan alleen niet meer dan dat. Dus op het moment dat hij zich eruit trekt en eigenlijk stuurloos wil worden, dan doet die Tiedemann teugel wat. Dus hij zit ook echt op het eerste gaatje. Eigenlijk alleen maar om te voorkomen dat hij zich helemaal lang uit kan trekken. Dus dat is eigenlijk net een hulpje. Daarom is het ook een hulpteugel. Hè? Dus daarom hebben wij gekozen voor de Tiedemann. Oh ja, en we hebben natuurlijk laatst, dat hebben ze natuurlijk niet gezien, onze eerste sprongetjes gemaakt. Ja, hebben we ook gedaan. Dat ging ook heel goed. Ja, eerste hindernisjes hebben we gesprongen, hebben we in de binnenbak gedaan. Gewoon heel simpel, eigenlijk eerst een stapeltje bouken op de grond. Met twee bouken aan de zijkant voor de aanleuning, dat hij er wat makkelijker naartoe kan lopen. En daarna hebben we gewoon heel voorzichtig een heel klein babykruisje gebouwd. Gewoon simpel eroverheen gedraafd. Nou, dat kruisje ietsje opgebouwd. En we hebben zelfs eigenlijk een inimini baby stijlsprongetje gesprongen. En dat deed hij heel goed. Hij is er eigenlijk nooit langs gelopen. Nee. Dus dat lijkt hij ook wel leuk te vinden. Ooit op een dag gaat Goldie ook hele lijntjes lopen. Ja. Wat we wel straks een keer met Goldie kunnen doen, is een paar balkjes en dan gewoon hier tussendoor rijden. Ja. Nou, dit is dus haar moeilijke kant. Dan wil ze ook heel graag te veel binnenstelling pakken of ze wil te veel naar buiten lopen. En dit is de tweede keer in de buitenbak. Ze heeft natuurlijk niet meer geen steun aan de bakrand. Dus dat vindt ze in het begin al vaak erg lastig. Maar ondanks dat is ze nu echt al heel rustig. En dan was ze ook wat rustig in de aanleuning. Ze is nog wel veel aan het kauwen. Ze wil heel graag haar tong over het bit heen steken. Maar dat kan ze niet. Sorry, dat je teugel mooi recht vasthouden. Hè? Volgens mij heb je hem één slagje gedraaid zitten. Stap 1, Carlijn, op je goede been licht rijden. Ja, daar was ik mee bezig.
Zo, en dan daar ook weer niet te hard. Ook met deze. Mooi langzaam. In balans. Zo, ja. Mooi langzaam licht rijden. Daar iets aan je been. En opvangen. Langzaam licht rijden. Je hand mooi recht ophouden. Buitenteugel erbij. En dit niet toestaan. Hè? Dan ga je maar weer stappen. Maar dit is eigenlijk al één stapje te ver. Dus stappen. Opvangen. Oeh. Jij wil remmen, je vraagt het te remmen, je gaat langzamer licht rijden, je maakt de ophoud, maar ze remt gewoon niet. Twee teugels recht houden en laat je dan ook je hals houden. En recht. Zo. Zo, ja, en dan weer wegstappen in de rust. Juist, dit is prima. En dan meteen ook een beetje draaien, hè, dat als die dan mooi langzaam draaft. Dat je meteen een beetje aan het werk zet met linksom, rechtsom. Mooi aan het werk houden. Dat hij zijn kopje erbij houdt. Het is een jong paard. Dan hoeven het geen moeilijke oefeningen te zijn als je hem maar wel bezig houdt. Zo, ja, daar weer een keer linksom. En blijf eraan denken dat het tempo van jou blijft. Zodra die sneller gaat, ga jij al een keer iets remmen. Hou je hand mooi gesloten. Juist. Rechtop blijven zitten. Daar, ja. En dan goed opletten dat als die een keer trekt, dat je niet gaat klemmen met je bovenbeen. Want dat is vaak dan wat er gebeurt. Dan val je voorover en dan ga je klemmen met je bovenbeen. Dus hou je hand mooi rechtop. Blijf mooi terugzitten, dat als hij trekt. Dat je niet onbewust been gaat geven. Juist, dit is goed. En bij deze geldt hetzelfde. Ook al is het tempo dan niet helemaal gelijkmatig. Dat geeft niet. Als hij maar niet bij je wegloopt. Want dan heb je geen controle meer. Juist, blijf rechtop zitten. En daar een keer ophouding maken aan je linkerhand. Niet te veel meerijden. Hij moet gewoon bij jou blijven. Je mag best een sign afgeven, hè, van dit is de ruimte die je hebt en hier moet je het mee doen. Want anders dan gaat ze toch iedere keer weer jou eruit trekken. Dus probeer die verbinding gelijk te houden. Juist. Oh ja. Dan ga je al tijdens dat losrijden, ga je al eens een keer over die balken heen draven. Nog voor de galop gewoon het spelende wijs meepakken. Het is een simpele oefening, hè. En dat moet gewoon normaal worden voor zo'n paard. Zou ik wel rechtsom naartoe rijden? Ik dacht wel zeggen, ik vind het een beetje zielig om zo'n kort bochtje te draaien. Ik kan ook rustig een keer straks er tussendoor rijden. Hè. Dan rij je een keer tussen die vier blauwe staanders door. Wend je een keer af van die hoefslag af. En dan rij je gewoon een keer tussen die balken door. Er tussendoor rijden. Ja, dat kan ook. Zo, ja. Nou, nu ga je er overheen. En dan straks pak je eens een keer een afslagje eerder of afslagje later. Dit, mama, dit, als ik dit doe, dan blijft ze ook wel lekker bezig. Ja, daarom. Het is gewoon spelende wijs meenemen. En het is ook dat paard bezighouden. Juist. En een keer ga je er overheen, dan ga je een keer er tussendoor, dan ga je een keer over de hele rijbalk heen. En zo blijf je de hele tijd bezig. Zo. Ja, want daar wordt hij wel mooi ontspannen van en hij laat zich mooi sturen. En tegelijkertijd ben je mooi bezig met dat rechtrichten, in balans. Ja, ik heb laatst ook wat balkjes gedaan en dan, ja, dan let ze toch wat meer daarna op mij. Ja, maar dan zijn ze ook bezig, hè. Dus dan gaan ze ook minder bezig met andere dingen om zich heen. Want ze moeten ook opletten. En dan vinden ze het nog leuk ook. Ja, als je hem dan niet helemaal in het diepe gooien, hè. Sorry? Ook op die balkjes heel iets die verbinding erop houden. Nou is het wel een korte wending, maar misschien kun je zelfs over die oranje en die blauwe. En dan linksom weer tussen die lichtblauwe door terug. Ja, braaf. Maar is het ook niet erg dat ze terugvallen, maar ze probeert het wel en de wending komt zo goed. Ik kan het zeggen, dat maakt dan niet uit. Het is ook een korte wending, hè?
Dat moet ze ook allemaal leren. Maar waar hij heel vaak zichzelf lang trekt, laat hij zichzelf dan wel weer in elkaar schuiven en komt hij terug. Dus dat vind ik bij deze dan al minder erg. Dit zit er meer tussen zijn oren, wat, dat hij nadenken moet. Nu zo nog een keer hetzelfde. Ga je naar die groen-gele, ga je een keer rechtsaf. En dan ga je weer over die oranje en die donkerblauwe heen. Rechts, dat is links. Carlijn heeft toch af en toe nog een beetje moeite met links. Ja, en nee, rechts. Maar ik dacht echt dat ik gewoon. Dat, dit had ik al in mijn hoofd voordat je het zei. Dus ik dacht, maak hem ook af. Maar ik ga nu naar die gele, ga je rechts. Rechts, dus je gaat ja, over ik denk de balken. Dan ga je rechts, ga ja. Je over die oranje-blauwe, terug over die. Wat is het? Lichtblauwe. En dan doe je na dat lusje linksom. Nu rij je hem linksom. En dan ga je na die lichtblauwe balken ga je rechtsom. En dan doe je datzelfde een keer rechtsom. Dus draai je over die donkerblauwe, dan over die oranje. En dan draai je een keer rechtsom die korte wending door. Dat was niet over de donkerblauwe en over de oranje. Oh. Ja, zo kan ook. Maar zo kan het ook, toch? Niet te hard, niet te hard. Maar langzaam. Juist, zo ja. Zo een keer rechtsom. Ah, we hebben nog niet eens verteld dat je de vorige les een dressuurproef gereden hebt. Oh, nee! We hebben de vorige heb ik gedaan. Een dressuurproef gereden. Een dat hebben we inderdaad gedaan. Ja, dat ging heel goed. En waarom hebben we dat gedaan? Om Carlijn iets serieuzer te laten rijden en iets minder voorzichtig te laten zijn. Want dan moet het toch allemaal net iets netter als je zo'n dressuurproef rijdt. Anders is Carlijn nog een beetje van, oh, daar een hoekje meer of minder, oh, daar een lijntje. Dat is op zich prima met een jong paard, maar op een gegeven moment moet je ook een keer denken van, nou hè, iets meer bij je plan blijven. Dus we hebben een dressuurproef gereden. Dan moet het toch op de letters gebeuren en allemaal iets beter afgewerkt worden. En dat ging eigenlijk beter dan wat Carlijn zelf verwachtte. Dan moesten we er toch iets serieuzer aan rijden. We gaan een galopje doen. Ja. Rechtop blijf zitten, hè? Want ik mag niet aan jouw houding kunnen zien dat jij van plan bent om aan te gaan galopperen. Top. Even weer terug. Opvangen, opvangen. Dan niet alleen je hand sluiten, maar ook rechtop weer terug. Meteen weer in die rust. Juist. En daar nog weer een keer proberen. En desnoods een beetje stemhulp erbij, hè? Dat is geen enkel probleem. Hallo. Zo, ja. Als dat hem dan helpt, dan doe je dat gewoon, hè? Dat is nog altijd beter dan dat hij iedere keer weer aanrent. Daar ook goed je buitenteugel erbij houden. Juist, makkelijk zitten. Wel doorademen. Even, dus een keer, terwijl je zo galopeert, een keer lekker diep doorademen tot in je tenen. Zo, doen we niet te gek. Doen we even draven. Opvangen, buitenteugel. Maak hem daar iets rechter. Want ook die gaat steeds meer over de buitenschouder wegvallen.
Dus hem dan iets rechter maken aan je buitenteug. Opvangen, opvangen, langzaam, langzaam. En weer rechtsom. Juist. Ga in een drafje zo een keer door het lijntje heen. En been. Braaf. En dan proberen we eerst even rechtuit te rijden. Dus mooi recht maken tussen je hand, tussen je been. En nu been. Juist, want dat moet hij leren. Dan is hij net een beetje traag. Hij is natuurlijk al een beetje lang, dus dat lijf moet wel van de grond. En als hij zich zo in die schouders boort, dan is het net een duikboot. Ja, dan komt hij natuurlijk niet van de grond. Sorry, wat zei je nog één keer? Dat hij al zelf een beetje langer is en als hij die schouder zo naar beneden duwt, dan boort hij zichzelf in de grond. Dan doet hij standje duikboot. Ja, dan kan hij niet springen. Dus niet te hard erin. Mooi tussen je hand en tussen je been houden. En daar been. Juist. Want het is natuurlijk heel snel schakelen. Hè? Je moet reageren op het tempo wat er gebeurt bij die balkjes. Ja. Dan moet je los reageren bij dat kruisje. Ja. Dan wil je nog rechtuit. Ja. Alleen op het moment dat je bij dat kruisje gas geeft om hem van de grond te krijgen. Ja. Heb je natuurlijk na dat kruisje weer een paard wat een beetje te snel gaat. Oh, dus eigenlijk wil je na dat kruisje bij die balken, weet je wat ik ga zeggen, hè? Ja. En wat wordt het? Ja, mijn hand. Je weet het al, mooi man. Ah. Ik hoor net, Carlijn heeft er nu al zin in. Back to the old school. Yeah, back to the basics, Carlijn. Daar heb ik geen zin in. Carlijn krijgt flashbacks. Ik heb hier trauma's aan. Trauma's aan je eerste drie lessen en toch mag ik nog steeds komen. Trauma's. Tussen je hand, tussen je been. En oh. Ja, nou is het al lastig, hè? Hij kwam daar eigenlijk al slingerend over die balkjes heen. Daar had je hem van mij ook al voor het kruisje halt mogen laten houden. Ja. En als je natuurlijk bij die balkjes al zo gaat, daar kom je niet mee. Ja, dat is dan ook te laat om dat te zeggen, want dat red je niet. Hai, hai, hai. Zoals dat nog een keer gebeurt en trekt zich er zo uit en je gaat zo erin, kun je beter halt houden. Oké. Okay. En ho. Ga niet over een ander heen. Goed zo. Juist, stap je weer uit, doe je nog een keer, ga ik hier niet staan. En zo ben je continu een beetje aan het afwisselen. Daar wordt hij slim van. Je wil controle hebben. En halt. Juist. En dan mag je hem nog wel mee doorzetten. En daar ook. Hè. Dan staat hij wel stil. Maar sluit dan je hand dat hij nog nageeft. Want je laat eigenlijk te snel alweer los. Je hebt dan alweer zoiets van ook moeten afblijven. Nee, want hij moet. Deze moet echt wel een halve meter korter worden. Wil die remmen. Deze heeft een veel langer lijf. Tempo. Niet te veel been bij dat kruisje. Gewoon recht maken en langzaam. Langzaam, recht. Tussen twee benen, tussen twee teugels. En dit vasthouden. Langzaam, langzaam. En halt. Juist. Oh. Recht. Actief blijven zitten. Doorwerken naar die nagevendheid. Mooi in ontspanning. Juist.
Nou, de les met Goldie ging best wel goed. De rem was in het begin eigenlijk ver te zoeken, maar later ging het eigenlijk best wel goed. En we moeten gewoon een beetje door oefenen. Ze is nog hartstikke jong, dus het is gewoon geduld hebben. Ze vond het in ieder geval heel leuk en ik ook. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en nog een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!